Ik vond het een hele leuke dag. Inspirerende sprekers. Er wordt even lekker gewezen op de mogelijkheden en de toekomstbeelden die er zijn. En het leidt alleen maar tot nieuwe ideeën en nieuwe kansen die er in de markt zijn. Het geloof dat warmte een belangrijk onderdeel is van de energiemix, die is duidelijk. Maar dan is het ook toch vaak de vraag van welke partijen zijn er nu die ook daadwerkelijk daarin geloven en tot uitvoering willen komen. En wij hebben als corporatie daar 6 jaar geleden in Sittard Geleen de keuze gemaakt dat wij daar inderdaad zien dat er heel veel restwarmte vanuit onze industrie, maar ook de biomassacentrale, verloren gaat. Wij hadden zoiets van wij moeten dat op een bepaalde manier onze rol daarin pakken en ook zorgen dat inderdaad bij onze burgers terechtkomt. Want 1 petajoule warmte de lucht in strooien, dat kan nooit de bedoeling zijn. Gas is naar mijn oordeel een steeds kleiner wordend aandeel daarin. En het is ook de hoop dat daar vanuit centrale overheid meer op gestuurd wordt, dat inderdaad ook de richting is en daarmee ondersteuning geeft aan de initiatieven die we op dit moment nemen.